Meneer, heeft u een tip voor de mensen hoe ze de crisis en de bezuiniging moeten doorkomen die tijd? Emigreren. Meer wijn drinken. We moeten heel hard blijven werken. We moeten optimistisch blijven. Mijn tip is, blijf optimistisch. Blijven geloven in de toekomst, doorgaan, optimistisch blijven. Altijd optimistisch blijven. Gewoon naar heel veel mooie voorstellingen gaan. Lekker samen koken in plaats van uit eten gaan. Er is helemaal geen crisis. Je moet er gewoon niet in geloven. Als je er niet in gelooft, is hij er ook niet. Mijn leven is een aaneenschakeling van crisissen. En die moet je elk voor zich moet je ze proberen aan te pakken en het beste van maken. Maar wel zorgen dat we een goede sigaar blijven roken. Dat is heel belangrijk. Gewoon doorgaan. In het verleden zijn er steden in de wereld geweest, ook in Oostenrijk, ook in Nederland en in Brazilië, die hun eigen geld weer gingen uitgeven. Je zou kunnen zeggen, je kunt het de gulden noemen, gewoon nieuw geld in roulatie brengen in een kleine overzichtelijke gemeenschap, zoals Nederland of Amsterdam. I would say, shut the fuck up and hold on to your hats, because we're in deep, deep shit. Gewoon focussen op de toekomst, hem niet ontkennen, weten dat hij er is, maar gewoon je doel verder achter de horizon leggen en gewoon doorgaan.